Mijn beste vrienden all over the world. Paramaribo groet u met een grand brassa. Special from the heart. Yes. Ik meld u op woensdag 14 juli. Vandaag. Dat ik zojuist 2 minuten geleden Diana Pocky gesproken heb. En zij onderweg is om haar ontslagbrief op te halen bij de president van Suriname. Diana heeft zelf ontslag ingediend. En daarmee knipt ze al die spanningen door. En ze doet 1 belangrijk ding. De eer aan zichzelf houden. En ons met zijn allen bewijzen dat ze integer is en dat blijft. Want ze had ook kunnen wachten tot 16 juli, nadat ze 1 jaar minister zou zijn. Dan zou ze de leven lang allerlei geweldige salarissen en toestanden krijgen. Ze heeft daar niet voor gekozen. Maar om het ontslag zelf aan te vragen. Als het goed is, heeft de president het ontslag gehonoreerd en is Diana nu weer vrij om de dingen te doen waarvoor zij geroepen is. Het is een vrouw met een roeping en een hele sterke Samaka Mouye. Jammer! Diana is 2 weken geleden opgenomen in de intensief care en had hartproblemen. Heeft daarna van haar artsen de opdracht gekregen om ze heel rustig te houden. En er is toen een persstilte ingelast. Zelf ik kon haar niet te spreken krijgen. Maar nu is ze zodanig opgeknapt dat ze doet wat ze moet doen en ook ervoor gaat. We zijn blij met Diana en we weten dat u haar ook hebt ondersteund. We willen geweldig dank zeggen aan al die mensen die die petitie hebben ondertekend. Dat heeft er heel veel power gegeven. Dat zijn ook haar woorden. Hè? Heel veel power gegeven. Diana heeft gezegd dat zij niet van het politieke toneel verdwenen is. Want ze is een vrouw, sterke vrouw van 42 jaar. En ze kan heel veel doen. Ze is zich ervan bewust. En wij ondersteunen haar. Want als ik u 1 ding mag zeggen. Suriname heeft power nodig. En met name power van een vrouw. We hebben het niet voor niks over moeder aarde. Toch? En Diana, we wensen je met al die kijkers en luisteraars en de subscribers en de viewers, ik wens je een geweldige toekomst toe. Met Suriname. In alles wat je doet. En we zullen je blijven ondersteunen. Zolang jij dat ding doet wat goed is voor ons allemaal. Paramaribo groet u. Suriname unite. If you don't unite, we're gonna lose the fight. Ik zie u later.